Enige tijd geleden heb ik het idee geopperd om deze kaart te realiseren. Dat is binnen onze organisatie omarmd. En samen met Marten van den Broek, een collega van mij, hebben we dit gecoördineerd, de realisatie ervan. De kaart die geeft een overzicht van de panden en kavels die in eigendom zijn van de gemeente 's-Hertogenbosch. We hebben de kaart vrij bezig gehouden, zodat die vooral ook gebruikt wordt waarvoor die bedoeld is. Dat betekent het zoeken naar locaties. Allereerst kan dat via de kaart zelf. De locaties zijn onderverdeeld in een aantal categorieën. Door daar een keuze in te maken verschijnen plekken op de kaart. Wat ook kan is via een zoekfunctie die ook ingebouwd is. Als adresgegevens voorhanden zijn, kan ook op die manier naar locatie worden gezocht. Nou, op de kaart staat per locatie eigenlijk de basale informatie die nodig is. Allereerst is dat een foto van de locatie, adresgegevens. Maar wat vooral belangrijk is, is dat per locatie ook de contactpersoon staat weergegeven. Want die is belangrijk in het hele proces. Door deze informatie te delen hopen we dat de drempel wordt verlaagd voor mensen om met ons in contact te treden. Want dat is uiteindelijk wat we willen. Dat de initiatiefnemers met ons in gesprek gaan. We hebben binnen onze organisatie voldoende disciplines en kennis om voor ieder idee, goed idee of initiatief maatwerk te leveren.